Peter, wij kennen elkaar, want jij bent eerder al in een uitzending van de Hofbar geweest. En toen ging het ook over Q-koorts, want jij bent Q-koorts-patiënt. Hoe gaat het met je? Ja, ik word nooit meer beter. Jij zei toen tegen mij, die geitenboerderij waar jij het Q-koorts vermoedelijk van gekregen hebt, die is eigenlijk hier zo aan daar een kilometertje afstand, hè? Hemels breed, 1 kilometer, denk ik. En die zit er nog steeds? Ja, die is alleen maar groter en groter. Oh, die wordt groter, ja. En die wil nog steeds meer uitbreiden. Ja. En dat is voor ons onbegrijpelijk. Ja. Kijk, ze willen zelfs van koeienboeren naar geitenboeren over laten gaan. En hoe kan het toch dat er zoveel mensen aan dood zijn gegaan? Eigenlijk de leven lang ziek blijven. Ja, zoals jij. Ja. Ja. En dat de overheid daar niks aan doet. En ze toch maar verder laat groeien en groeien en groeien. Neeltje, jij bent een van de Q-koorts slachtoffers. En jij niet alleen, want het beheerst jouw hele leven. Want in de hele familie heeft het te pakken, hè? Ja, ik heb het dan persoonlijk. Mijn vader heeft het ook. Mijn oma heeft het ook. Die had de chronische variant. Die is er ook echt aan overleden. En ook mijn neef heeft het ook. Dus het zit er wel heel erg in onze familie. Heel heftig. Ja. Wij vermoeden dat er besmet mest door ons dorp heen is gereden. En daar zijn we eigenlijk ziek van geworden. Want er werd toen in die tijd heel veel besmet mest, zonder dat ze in de gaten hadden, over heel Nederland eigenlijk doorheen gereden. En dat adem je in en dan word je ook ziek van. Caroline, jij bent van de stichting die opkomt voor de Q-koortspatiënten. En je bent boos op Carola Schouten, hè? Ja, ben ik wel. Nou, ik dacht dat Carola Schouten wel voor minder vee zou gaan zorgen, voor minder gezondheidsproblematiek naar aanleiding van de veehouderij. Maar geitenstapel is nog steeds gegroeid, ook onder haar bewind. Wij begrijpen dat niet als Q-koortspatiënten. Ook niet na onderzoeken naar de gezondheidsschade voor de omgeving. Rapport 1, rapport 2, rapport 3 toont aan, er is schade aan je longen. Er is een hoog risico op longontsteking. We wachten nog steeds op rapport 4... Hoeveel meer moeten we weten om over te gaan op voorzorgsmaatregelen? Wij zijn het natuurlijk meer dan zat. We zijn al een beetje achtergesteld in ons immuunsysteem, in onze longkwaliteit. We blijven maar doorademen in die vieze zooi. En dat geldt eigenlijk voor de hele veestapel. Het is ook eigenlijk niet te begrijpen, toch? Als je ziet wat Q-koortspatiënten hebben meegemaakt, waar ze doorheen zijn moeten gaan, dat het eigenlijk nog steeds zo is. Hoe kan dat dan? Dat er eigenlijk nog steeds het aantal geiten eigenlijk groeit? Dankzij een hele sterke lobby binnen de agrarische sector. De intensivering van de agrarische sector. Dat is een groot, sterk apparaat. Wat veel sterker is dan wij als een groepje burgers die staan te roepen om gezondere lucht. Daar winnen wij het gewoon niet van. En minister Schouten heeft al een paar keer gezegd, gezondheid staat voorop. Daar merken wij niks van als de aantallen alleen maar groeien. En ons verhaal is, als je al zoveel weet over gezondheidsrisico's, dan moet je je beroepen op voorzorgsmaatregelen. Dus dan moet je ook die vergunningen niet meer uitbreiden. En dit zijn halve maatregelen? Dit zijn, ja, het is pap en nat houden. En dit is ook weer zeggen, scheid aan gezondheid.